Eigenlijk is de bedoeling van ons als archiefdienst om alle leerlingen die school lopen en poperingen kennis te laten maken met het archief. Dat ze weten dat wij bestaan, wat een archief is en dat ze ook beseffen dat de geschiedenis op een goede manier bewaard moet worden. Nu bleek plotseling dat die leerlingen het niet zo interessant vonden. Dus we zijn dan eigenlijk begonnen om een escape room te maken in ons archiefdepot. En op die manier maken ze eigenlijk op een heel speelse manier en een heel laagdrempelige manier kennis met onze archiefwerking. Dus we kwamen toe en we kregen een informatieve video te zien over wat we moeten doen in de escape room hier in het archief. Dat was wel tof, want ja, dat is wel anders dan dat je denkt over het archief, want meestal denk je dat dat saai is. Bij een escape room is het eigenlijk de bedoeling dat mensen opgesloten worden, bij ons in ons geval in ons depot, en dat ze er zo snel mogelijk proberen uit te geraken, dus dat ze eigenlijk de sleutel vinden naar de deur om terug de vrijheid te vinden. Oké, okay. De tijd is gestart. Ik moet een doosje zoeken met kaarten. Ik vond dat geestig om samen dan te zoeken naar bepaalde documenten of oplossingen. Dat was wel leuk om samen te doen. Dus nog redelijk moeilijk. Je moet echt zoeken achter dozen door opdrachten en puzzels te maken. Ah, en een sleutel. Kan er iemand dat proberen? Via de escape room leren ze eigenlijk de werking van het archief achter de schermen kennen. Wil je daar een fotootje van? Wij scannen heel vaak, dus hebben wij gedacht om er bijvoorbeeld een foto tussen te steken in een van de opdrachten waarbij dat er gescand moet worden. Ik weet nog het naam. Ik wel. Een maand ongeveer hebben wij het eigenlijk over de theorie van het archiveren. Dus welke materialen heb je daarvoor nodig? Hoe ga je klasseren? Dus ga je alfabetisch te werk? Ga je per soort archief gaan werken? En om dat allemaal, die theorie in de praktijk te kunnen een keer zien, is zo'n escape spel echt wel een aanrader. We kunnen ook gewoon komen kijken, maar nu zijn we erin gedoken. En hebben we ook echt wel effectief stukken moeten gaan uithalen en ook gaan zoeken met als doel eigenlijk die puzzels te kunnen vormen. Het interessante aan zo'n escape room is dat eigenlijk de leerlingen merken dat archief ook leuk kan zijn. Dus dat het niet altijd het leerse moet zijn, het echt puur schoolse moet zijn, maar dat je toch op een heel speelse manier om kan gaan met leerlingen. En dat ze toch, zonder dat ze het eigenlijk goed wel beseffen en zonder dat ze er eigenlijk echt mee bezig zijn, ondertussen iets bijleren over zowel de geschiedenis van de stad zelf als over de werking van een archiefdienst. Dus de leerlingen zien eigenlijk dat we bijvoorbeeld ook oude kranten bewaren. En dan daardoor hebben we dan uitgekomen op een krantenbundel. We hebben dan de nummer van de krant en de datum gevonden aan de hand van die naam dat we moeten zoeken. Met een speciale code. Ja. En dan daardoor hebben we een jaartal en nog een code gevonden, waardoor dat we de bouwvergunning gevonden hebben. Ah. En de sleutel. En dan zijn we binnen. Ja! Ja! Vroeger dacht ik dat archieven saai en eentonig was. Maar ja, we hebben nu die escape room gedaan en het is wel nog interessant om een keer te weten hoe het allemaal in zijn werk gaat en foto's van vroeger. Jullie tijd is 48 minuten en 55 seconden. Proficiat, jullie zijn tweede snelste uit onze escape room. Je leert het archief zo op een speelse manier kennen en je probeert het doel te bereiken. Dat speelse is belangrijk omdat het blijft ook langer hangen dan. Ze hebben het een keer vast gehad, ze hebben het mogen beleven. Het is spelvorm, hè. Dus spelvorm is altijd leuker. Ook zelfs al zijn dat 16-jarigen of 18-jarigen, maar ook ik zie dat er ook 12-jarigen daaraan meedoen. Spelvorm is altijd leuker. En alles blijft ook bij. Dus als ze het in de praktijk zo hebben kunnen ervaren, blijft dat ook langer bij.